Gordon is al geruime tijd bezig met de verkoop van zijn penthouse in Amsterdam, dat momenteel te koop staat voor 2.995.000 euro. Ondanks meerdere pogingen en het afwisselend uit de verkoop halen en opnieuw aanbieden, heeft hij nog geen koper kunnen vinden. Toen een verkoop uitbleef, besloot Gordon zijn luxe appartement te verhuren. Aanvankelijk vroeg hij een maandelijkse huurprijs van 15.000 euro, maar dit bleek te hoog gegrepen voor potentiële huurders. Uiteindelijk verlaagde hij de huur naar 7500 euro per maand, en na een tijdje vond hij eindelijk een huurder voor een periode van twee jaar. Dit betekent een aanzienlijke verlichting van zijn financiële lasten. De nieuwe huurder diende overigens een eenmalige waarborgsom van 10.000 euro te betalen. Naast de ontwikkelingen rondom zijn penthouse is Gordon ook bezig met de opening van een nieuwe horeca-gelegenheid in Blaricum. Deze extra bron van inkomsten en de succesvolle verhuur van zijn penthouse zullen hem ongetwijfeld veel rust en blijdschap brengen, wat zeker een reden is om een glas champagne te heffen.